Je zegt niet probleem jongeren, je zegt ook niet cliënten tegen ze. Het is deze van Dove. Als mama dit ziet, dan wordt ze ook nee, helemaal blij. Oké, guys, ik heb echt de perfecte body lotion. Ik heb me gisteravond hiermee compleet ingesmeerd. En er zit dus ook een 10 in. Het is deze van Dove. En ik heb even opgezocht, hij is letterlijk een tientje online bij de Ethos. Tip van de dag. Oké, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. En ik heb eigenlijk fysiek les vandaag. Maar er is een docent ziek, dus dat gaat waarschijnlijk niet door. Dus verder rest online les, denk ik. En ik had voor de infographic van... die moest ik een tijdje geleden maken, daar heb ik een 4 voor. Dus die moet ik ook herkansen van de week. Dus ja, ik denk dat ik dat vandaag maar gewoon af ga maken. Ik ga nu eerst even ontbijten. Ja, gaan we doen. Dag, lieverd. Heel veel plezier. En jullie ook. Mama en papa zijn weg. 20 is... naar Middelburg. En ik ga nu de infographic maken. Oh jongens, ik ben er zo slecht in. Oh. Ik heb ook echt geen zin in. My lord. Oké, laatste keer beloofd. Maar check even hoe bruin mijn benen zijn. Ik vind het helemaal top. Jongens, oprecht. Die body lotion is een tientje. Ga hem inslaan. Echt de moeite waard. Ik ben nu letterlijk... ik denk al anderhalf uur bezig. En ik ben niet eens op de helft. Voor mijn infographic. En ik ben dus naar voorbeelden van klasgenoten aan het kijken. En die zeiden, ja, ik heb dit gewoon binnen een half uurtje gemaakt. En dan denk ik, hoe dan? Mij lukt het echt niet. En ik vind zelfs wat ik nu heb, vind ik niet eens mooi. Ik bedoel, dit is super rommelig. En totaal niet... ja, gewoon nee. Maar oké, weet je. Ik moet wat. Oh. En dan denk ik van, hoe kun je dat nou al in een half uur... maken. En die mensen hebben dan ook gewoon een 8,5. Oh, het is 6 uur. Mijn laatste les zit erop. Ik ga nog even het huiswerk daarvoor snel maken. Zodat ik dat verder deze week niet meer hoef te doen. We moeten dus een debat opzoeken en daar drogredenen in vinden en die pareren. Dat zegt ze waarschijnlijk helemaal niks, maar too much om uit te leggen. Ik ga het even doen. En dan even wat eten maken. 2 pizza broodjes. En een lekkere salade met een eitje, tomaatjes, olijfjes, peperzout, balsamico, olijfolie. En that's it. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Dinsdag. Ik zit met Quinn in de auto. Wij zijn onderweg naar de Berk. Je kan daar dus gewoon broodjes afhalen en dan daar lekker in de zon zitten. Dus dat gaan we doen. Heel veel zin in. Lekker. De zon schijnt. Lekker eten, mijn vriendin. Love it. Wat een kutweg is het hier, hè? Holy lord. Ik zie je hangen met je bestie. In a real bad man, ik ben flexie. Deze lukken maar nooit. Wat? Deze kut. Oh no. Ben je echt zo boos? Ben je echt zo boos? Spankito. Oké, we are arrived. Maar ik zie nu dus dat er geen... Ja, we hadden een kleedje mee moeten nemen, want er zijn dus denk ik geen vrije plekken. Bij die, weet je dat ook weer, parasolletjes. Ja. Maar opeens zijn ook die boomstamkrukken er weggehaald. Ja, er stonden eigenlijk van die stoeltjes. Dat is gek. Dat maakt niet uit. Ik ga wel op de grond zetten, toch? Ja, dat weet ik maar niet. Mij wel, maar niet uit. Het, hoor, want dat is niet in de zon. Voor mayo. Dit voelt echt gewoon weer als uit eten gaan, qua lunchen. Wist je dat de terrassen in Breda open zijn? Ja. En dat ze die... Hè? Nee, die zijn nu alweer dicht. De politie heeft ze alweer dicht. Ja, ze waren open, zijn nu weer dicht. Ja. Maar ze hebben het wel gedaan. Daar was ik benieuwd naar. Maar het is wel gebeurd. Dit is op en top. Genieten. Oh, wat lekker. Broodje carpaccio, zonnetje erbij.
Heerlijk. Oké, wij zijn bij Mel. Gezellig gaat eten. Iedereen zat meteen stil. Dat hoeft helemaal niet. Trine hebben al een pizza's erop en wij zitten nog steeds te wachten op het Grieks. Gezeik. Lekker schat. Ja. Gaat goed met één hand, hè? Fries. Wij hebben een lekkere. Bam. Nee. Wij hebben lekkere mixed grill. Frietjes. Extra rode rijst. En tzatziki al zo ontzettend veel zin in. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is volgens mij 12:30. Ik heb om 1:00 les en ik was echt al om 10:00 wakker of zo. Dus ik ben een nieuwe serie gestart. Hoe heet het ook weer? Georgia en Ginny of zo? Ginny en Georgia of zo. Heel erg leuk. Echt een topserie. Ik heb nu 2 afleveringen gezien. Ik zit er helemaal in. Maar ik ga nu eventjes ontbijten en dan heb ik les van 1 tot volgens mij 16:30 of zo. Geen idee. Maar dat. Ja, ik ga even eten. Voorzichtig rijden. Nee, het staat steady zo. Ik zit wel even op in de auto. Ze appte me van ja, Breda is echt gezellig in het park. Ik uit dat hier. Oké, ja. Want in het park zijn allemaal mensen gezellig. En vrienden van ons. Ja. Dus daar gaan we heen. Lessen zijn afgerond. Het is nu 16:30. Lekker laat. En dan gaan we gezellig naar Breda. Kei leuk. Even wat eten denk ik ook, toch? Ja, gezellig. Jawel. Friet. Sowieso weer friet. Oké, lekker. Wij zijn weg. We lopen nu in het park. Wacht even hoor. Ik wil echt compleet door. Druk. Gooi dan gewoon de horeca over. Dit is toch ja, boas overal. Ze keuren het gewoon goed. Nou ja, weet je, je loopt met z'n tweeën. In principe is er wel sprake van afstand. Maar gooi dan gewoon de horeca open. Ik word echt schaapachtig aangekeken. Zie je dat? Oké, anyways. Frustraties. Maar goed. Wij gaan naar... Kijk wat een leuke bloemetje. Hoe heet het ook alweer? Taco Bell. Taco Bell. We zijn uiteindelijk toch nog beland bij de tent. Friet Panthers. Dat is wat gaaf. Heel park leeg. Ik ben echt slecht met eten weer de laatste tijd. Ik ook. Het is helemaal kut. Hij moet ook een ijsje halen. Ja, nou ja, ja, weet je, ja. Ik ben thuis. Ik spring gauw nog even onder de douche. En morgen ga ik weer naar Eindhoven voor het Portugal-project. Oké, ik ben een beetje te laat. Het is donderdag. Ik ben onderweg naar Eindhoven voor het project. Het lijkt wel een maandag. Ik ben totaal niet in de mood. Het regent. En ik ben te laat. Helemaal geen zin meer in. Volgens mij is dat er eentje. Onze eerder. Trein is, of tenminste, er is een aanrijding geweest. Dus Bo en ik staan nu hier. Te wachten. Ja, godverd, het is helemaal kut natuurlijk. Ik voelde gewoon al vanochtend dat er nog iets mis ging gaan. Ik was helemaal met mijn verkeerde been naar bed gestapt. Maar goed, El komt nu ons ophalen vanaf het station. En dan gaan we naar Eindhoven rijden. Wat een gezeik. Oké, de meid heeft ons opgehaald. Oh, je ziet natuurlijk niks op dat scherm. Zo. Wij zijn nu bijna bij Mirosa. En dan gaan we een uurtje eigenlijk hebben les, toch? Ja. En dan gaan we nog een beetje aan het project werken. Maar ja, we zijn eigenlijk een beetje voor saus naar Eindhoven gekomen, vind ik. Als nee, we daar extra lekker ritje erbij. Ja, dat wel. Mm. Nou, als we daar een anderhalf uurtje zijn, is het toch niet per se echt heel effectief. Nee. Maar goed, we moeten blij zijn dat we eruit kunnen. Precies. Nee. Ik vind het zo. Ik vind het ook pittig. Ja, we zijn ook. We zijn nu dus bij Mirosa. En we hebben even kennis gemaakt ook met wat. Ja, ik zeg maar ja, gewoon cliënten. Ja. En ja, we vinden het toch wel lastig. Want je weet, kijk, je wil die mensen niet op een andere manier benaderen. Maar je, ergens voel je wel die spanning, of tenminste die druk, dat je het wel. Dat je het gewoon niet moet verkloten, zeg maar. Ja. Tenminste, ja, het is heel lastig om het op de juiste manier te doen. Dus we keken elkaar net wel aan, zo van, oh shit, hoe moeten we dit gaan doen? Ja, het is best wel een pittig project. We moeten ze ook zo meteen buddies noemen. Er zijn gewoon echt wel eventjes wat dingen, ja, afspraken gemaakt, ja. Want we weten het gewoon anders echt niet. Je zegt niet probleem, jongeren. Je zegt ook niet cliënten tegen ze. Ja, we weten gewoon heel slecht wat is oké, wat is niet oké. Ja. Hey. Want, hey, sorry. Want de vorige keer zaten we hier dus ook en toen... ja, niet per se allemaal echt heel netjes op 1,5 meter. Er zat wel wat ruimte tussen, maar het was niet
helemaal coronaproof. En toen waren er dus echt wel een paar die helemaal in stress schoten en die dat dus niet konden handelen. Ja, voor hetzelfde geld vraag je iets verkeerd en dan gaat het toch niet goed. Dus je kan voorstellen, zeg maar. Basically, ja. Wat onze taak als communicatiestudent is dat wij workshops organiseren voor die buddies. En dat we het op een gegeven moment gewoon vormgeven qua visueel beeld. Dus dat we ook iets aan de buitenwereld kunnen laten zien. Dus eigenlijk van binnen naar buiten communiceren. Ja. Vanuit uiteindelijk de krachten van de deelnemers, buddies, te laten zien. Maar dat kunnen wij niet doen als wij niet in gesprek met hun mogen of kunnen gaan. Ja. Want wij mogen niet zelf diepgaande therapeutische gesprekken met hen voeren. Nee. Nou ja, het hoeft ook allemaal niet per se om trauma's, maar wij kunnen ook gesprekken met hen voeren over wat vinden jullie leuk, de dingen over juist waar ja, interesse, gewoon interesse, over positieve passie, dingen. Dat mogen wij ook doen. Ja, ja, dan is dat wel. Oké, maar al met al, we vinden het dus best wel spannend. Ja. En lastig ook. Oké, ik ben al een tijdje thuis en Pop en ik gaan boodschappen halen en ik ga weer gezellig rijden. Ik vind dat zo leuk. Ik heb woensdag weer mijn rijles. Zoveel zin in. Oké, wij gaan boodschappen halen. Ik ben bij Is en we hebben lekker gesnackt. Love Island gekeken. Gaan we nog een film kijken? Is 11 uur. Ja, ik vind het prima, maar jij slaapt waarschijnlijk ook. Fact. filmpje kijken en dan naar bed. Naar bed, naar bed. Zij duimen rot. Het is 2 uur. We hebben The Older Boys and Love Before gekeken. Derde deel. Nu kijken we. Nu kijken we. High School Musical liedjes. Gaan we slapen? Nee. Ik heb morgen les om 9:30. We staan op het punt om naar bed te gaan, maar dit is wat we horen. Is het dit niet goed? Je moet even wil wakker maken. Ja. Nee. Dit dicht, dan hoort niemand. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En wij zijn lekker poffertjes aan het maken. Heerlijk. Oké, ik word helemaal lijp. Ik ben huiswerk aan het maken. En ik hoor dus de hele tijd mega irritant getoeter. Zo ontzettend irritant. Stop! Och. Ja, maar echt. Weer dan maar. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, het is vandaag zondag, zaterdag. Alex is er, Is is er en we gaan gezellig naar het strand. Ja. Ja. Gaan we lekker naar het strand zo, Alex? In Zoutelanden, vind je dat leuk? Ja, dat is heel leuk. Ja, heel leuk. Lexi. Nee, maar Lexi. Kleine dikkop, kleine dikkop, kleine dikkop, kleine dikkop. De hele familie op pad. Yo. Hier naar beneden. Dan gaan we hier naar beneden. Gaan we hier ook avondeten? Je hebt takeaway, hè? Takeaway. Ga takeaway. Ik denk wee en mooi kloppen en donders mooi. Uit dons mooi. Uit donders mooi. Hij moet gewoon deze vasthouden. Mama mag het niet zien. Nee. Helemaal nog gewoon lekker in me. Maar wel zonder riemen. Ja, zonder riemen. Je moet wel achter hem opvangen. Ja, ja. Hij breekt zijn pootjes. Onder je achter de muur. Lul. Steek maar in mijn mond. Gewoon in, lekker in mijn capuchon daar hoor. Als mama dit ziet, dan wordt ze ook nee, helemaal blij. Gewoon lekker zo, ja. Zo. Touw erin. Ja, maar dit is... Ah, lekker. Ja. Volgens mij zit hij heerlijk. Zo goed. Oké, we gaan wachten. Hoe lang is dit? Ja, ze. Hij kan er echt niet uit. Loop gewoon recht. Loop maar recht. Nee. Kijk, Don is mooi. Doe maar even. Die rode wangetjes. Hallo, laat me zwaaien.
Hey! Ja. Oké, wij zijn onderweg naar huis. Stop jou lekker in bad, hè? Stop jou lekker in bad. De camera mag niet nat worden. Dus alleen kijken, niet aanraken. Ja. Zullen wij samen een mukbang opnemen? Of een Q&A? Nee. Q&A? Q&A opnemen? Ja. Ja. Oké, anyways, we zijn thuis. Alexje zit in bad. Ik ben gesloopt. Maar we zijn er wel weer lekker op uit geweest. Dat was fijn. We zijn weer lekker met een voldaan gevoel het bed in. Hè? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben wakker en we gaan even wat eten. Of tenminste smoothie maken, want ik ga zo sporten. En that's it voor de zondag. Ik ben... Goedendag. Ik ben... Ja. Ik ben super moe. Ja, beetje brak. Ik heb je abonnees. Fuck you. Oké, de oefeningen zitten erop. We zijn helemaal gesloopt. Luna had een proeflesje, dus we gaan even rondleiding doen in de sportschool. En ik ben er ook bij, want ik verveel me gewoon. En dan gaan we lekker naar huis. Ik denk echt dat ik morgen niet meer kan lopen. Ik had ook de eerste keer toen ik had getraind, was ik helemaal gesloopt. Dan daar, Alex. Heb je die zo mooi gemaakt? Ja. Echt dons mooi. Bij. Hè? Oké. Wil je er een? Ja. We moeten nog eventjes proberen die snoepjes. Nee, straks. Straks. Alex, kom maar. Klein dikkerd. Kan nog niet, hoor. Nee, straks. Zometeen. Zometeen, maar even wachten. Even, zometeen, ja? Oké, ik ga zo met Alex even buiten lopen. En dan gaan we hem vanavond ook weer naar huis brengen, dus... Ik ga mee. Dus ik ga de vlog alvast afsluiten en editen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Hè, Alex? Hè? Tot volgende week. Toch? Zeg maar tot volgende week. Doei!